Daar voor ieder van u vandaag 12 augustus in woensdag gaan wij een mooie boodschap met de profeet Ezechiël ontvangen. En een mooi bedoel ik in de context. Het is een lezing vandaag die ons heel veel vraagt van een achtergrond, zodat wij het goed kunnen aannemen en ook de boodschap van de Heer ontvangen. Maar het is een mooie keuze van de kerk vandaag voor ons, zodat wij dit traject met het woord van God ook breder kunnen beleven. En wij sluiten af met een heel mooi evangelie en heel toepassend ook in het kader van het compendium. Het is het woord van onze compendium hierboven, de stad. En vandaar hebben wij dan een heel rijk achtergrond vanuit de Bijbelse teksten. En wij gaan samen proberen dat te beleven met de genade van God, met zijn Heilige Geest, die ons inzicht heeft en blijft geven de hele dag door, na de lectio, voor de lectio, zodat wij Gods woord, Gods systeem kunnen horen en begrijpen. Laten wij dan onze harten openen, zodat wij ontvankelijk voor het woord van God kunnen zijn en blijven verlangen, zo zijn. Dan, zoals ik zei, vandaag is de lezing een groot geschenk voor ons, maar de lezing van vandaag, vanuit Ezechiël 9 en 10, het vraagt wel een achtergrond. En dat is ook de bedoeling, ik zei gisteren, dat wij de profeet Ezechiël stap per stap leren kennen. Zodat wij ook met de lezingen concreet voorbeelden kunnen ontvangen van de kenmerken van deze profeet. En vandaar de lezing vraagt voor ons een stuk lezen daarvoor en een stuk lezen daarna. En dat ga ik met u proberen doen. Ik hoop dat je de Bijbel erbij kan hebben. Dat zal handiger zijn om mee te volgen en ook te begrijpen. En de grootste accent vandaag in de lezing is de tempel. Waarom? Bij de profeet Ezechiël is de tempel een van zijn grootste bezorgdheden. Hij was priester en profeet. Als priester had hij zorg voor de tempel, voor de zuiverheid van de tempel, voor de orde in de tempel. En zijn boodschap en zijn visioenen zijn ook daarmee een beetje verenigd, omdat het was ook zijn achtergrond als taak, als persoon. En vandaar de lezing van de dag zelf, die is heel hard. Maar als wij lezen daarvoor en daarna zien wij waarom is het zo. En ik ga beginnen met u als een inleiding op de lezing van vandaag met het hoofdstuk 7, Ezechiël 7. Het is een interessant hoofdstuk om te zien waarom God heeft zo gesproken in het hoofdstuk 9. God roept het volk in Ezechiël om zijn verantwoordelijkheid te nemen, om dragen de gevolgen, de consequenties van onze eigen daden, als een teken van verantwoordelijkheid. Het is een groot thema ook vanuit dit boek Ezechiël, de eigen verantwoordelijkheid vanuit onze daden. En bij hoofdstuk 7, er komt voortdurend bij verschillende versen, namelijk vers 3, vers 4, vers 8 en vers 9, deze oproep tot eigen verantwoordelijkheid. Ik ga even voorlezen vers 3. God zegt: Ik zal u vonnissen naar u doen en laten. Daarna vers 4. Maar u doen en laten verhelden. Daarna vers 8. U vonnissen naar u doen. En daarna vers 9 opnieuw. U doen en laten op u doen neerkomen. Dan het is voortdurend in deze versen, deze herhalende boodschap, ik ga verhelden naar uw daden. Ik ga geven wat overeenkomt met uw eigen gedrag.
En dat is een sterk thema bij Ezechiël. En als God op een moment in de tekst hart scheidt en zegt, dat ga ik wegdoen, dat aanvaard ik niet meer. Het is niet omdat God daarvoor niet heeft gewaarschuwd. Integendeel, hij heeft dat wel gedaan. Maar het volk luisterde niet. En daarna, als we komen bij de lezing van vandaag, dat is hoofdstuk 9. En daarna in deel van het hoofdstuk 10. We gaan zien dat dit moment komt wanneer God gaat zeggen, dat gaat niet meer. En het is in lezing van vandaag, die vraagt ook dat we even een paar versen erbij toevoegen om rijker en ook breder inzicht te hebben. En ik zou dat doen. In het hoofdstuk 9 ga ik nog 3 versen voorlezen. De lezing is tot de vers 7. En we gaan nog vers 8 tot en met 10 lezen. En daarna schakelen naar het hoofdstuk 10. Waarom? Om goed te begrijpen wat deze boodschap van God heeft als oorsprong, als reden. En ook om een beetje te kunnen inzien, hoe maakte de profeet dat mee? En dat is ook interessant, dat wij ook ogen hebben voor de profeet. Wat hij meemaakte met dit opdracht. En het was geen gemakkelijk opdracht. En de lezing dan kreeg een betekenis van, ja, van medeleven. En ook in deze lezing van vandaag zien wij deze openbaring van de glorie van de Heer in de tempel. Het is niet alleen in deze lezing, maar in het boek van de profeet Ezechiël zien wij vaak beelden, visioenen, beschrijvingen van de glorie van de Heer in de tempel. En dat was iets ook die heel gepaard is met het priester zijn. Een priester die was altijd bezig met de dienst in de tempel. En in de tempel, in de dienst, openbaarde ook de glorie van de Heer aan. En dat deel dat we nu aan het bekeken zijn, sinds gisteren en tot, ik denk, tot vrede. Ik ga even checken. Ja, tot maanden, tot en met maanden, is het eerste deel van het boek van Ezechiël. Het boek van Ezechiël heeft 4 delen. In plaats van op één keer alles te zeggen, ga ik deel per deel aan u geven samen met de teksten. En nu, sinds gisteren, tot maanden, gaan wij het eerste deel van het boek van Ezechiël horen en krijgen in de liturgie. En dat is een deel die wil de illusies van de baliën wegnemen. Om voor hem echt de ogen open te maken om te zien waarom zijn jullie hier? Waarom is dat aangekomen? Wie is de groot verantwoordelijk daarvoor? God die wil onze straffen of u zelf die krijgt de consequenties van uw daden? Dat is een groot punt om ook deze teksten goed te kunnen lezen. En daarna deze oproep tot bekering. Het boek begint echt met een oproep tot bekering. Dat betekent onze fouten zien, inzien en vanuit deze nieuwe visie in innerlijke beweging beleven en doen om te kunnen verrichten en om te kunnen ook uit deze ballingschap te kunnen komen. Nou, dat is een klein beetje achtergrond voor u. Mocht dat deel een beetje, het is een beetje intens, ik heb samengevat, je mag altijd terugkomen en herhalen om te beluisteren, om ook te volgen met de teksten, dat is ook handig. Maar het is nodig, anders zal de lezing van vandaag, ja, alleen maar straf en vernietiging klinken en zonder de achtergrond goed te weten en te leren kennen. Nu komen wij bij de eerste lezing. Ik ga dan lezen wat aangeduid is in het compendium, de gewone lezing. Maar bij hoofdstuk 9 ga ik de 3 versen 8 tot 10
toevoegen als een manier van uitbreiding voor onze begrip. Even hier het aanduiden. Maar het is heel interessant en we gaan heel veel mooie dingen beleven en leren kennen in dat boek. Het is de moeite waard. Dan laten we de eerste lezen, Ezechiël 9. De Heer riep met luide stem en het klonk in mijn oren. Treed aan, hij die de staat moet straffen. Ieder met zijn eigen moordwapen in de hand. Daar kwamen zes mannen van de kant van de bovenpoort, die op de noordkant ligt. Ieder met zijn vernielingswapen in de handen. Er was een man bij, in linnen gekleed, die schrijfgerei aan zijn gordel droeg. Zij kwamen naderbij en stelden zich naast het bronzen altaar op. De heerlijkheid van God, van de God van Israël, echter, had zich verheven van de kerub waarop zij stond en was naar de drempel van het huis gegaan. De Heer riep de in linnen geklede man, die het schrijfgerei aan zijn gordel droeg. En hij zei tot hem, ga midden door de stad, midden door Jeruzalem, en teken en merk op de voorhoofden van hem die zuchten en jammeren over al de gruwelen die in de stad bedreven worden. En tot de andere zei de Heer, en het klonk in mijn oren. Gaat door de stad heen achter hem aan en slaat toe, zonder iemand te sparen, zonder deernis. Oude mannen, jonge mannen, meisjes, zuigelingen, vrouwen, hij moet hen doden en ombrengen. Alleen zij die het merkteken dragen, mocht hij niet aanraken. Bij mijn heiligdom moet hij beginnen. Zij begonnen dus met de mannen, de ouderlingen die zich voor de tempel bevonden. Nog zei de Heer tot hen, verontreinigt de tempel, maar en vult de voorhoven met lijken. En nu vooruit, gaat heen en slaat toe in de stad. Toen hing de heerlijkheid van de Heer weer weg van de drempel van het huis en zij hing boven de kerubis staan. Ik ben even aan het zoeken om niet tot 10 te lezen. 10, 18, 20. Ja, ik ben begonnen met 18, maar ik ga terugnemen. Dan tot de staat en nu vooruit gaat heen en slaat toe in de staat. Dat is het deel. Is het deel van de boodschap van God tot de engel wat hij moest doen. En nu ga ik verder met hoofdstuk 9. De drie extra versen waarover ik zei. Terwijl ze nu bezig waren met het neerslaan en ik alleen achterbleef, de profeet, wierp ik mij plat op de grond en schreeuwde het uit. Ahi, gaat hij nu de hele rest van Israël vernietigen en uw woede koelen aan Jeruzalem? Hij zei tot mij, de ongerechtigheid van het volk van Israël en van Juda is buitengewoon groot. Gerechtelijk moord is in het land aan de orde van de dag en de geweldpleging in de stad. Ze denken, de Heer heeft het land in de steek gelaten.
De Heer ziet er niet naar om. Daarom wil ik geen erbarming kennen en geen medelijden hebben. Hun daden zal ik op hun eigen hoofd doen neerkomen. Dan met deze drie versen kunnen wij beter begrijpen waarom was dat voorspel voor hem. Daarna komen we terug op hoofdstuk 10 vanaf 18. En dat gaat nu over de tempel. Toen ging de heerlijkheid van de Heer weer weg van de drempel van het huis en zij ging boven de kerubis staan. De kerubis hieven hun vleugels omhoog, rezen voor mijn ogen van de grond en hingen weg. En de raderen hingen met hen mee. Bij de ingang van de oostelijke poort van het huis van de Heer hielden zij stil. En boven hen was de heerlijkheid van God, van de God van Israël. Het waren dezelfde wezens die ik onder de God van Israël gezien had bij de rivier de Kebar. En ik begreep nu dat het kerubis waren. Ieder van hen had vier aangezichten. Ieder had vier vleugels. En onder hun vleugels hadden zij iets dat leek op een menselijke hand. En wat het voorkomen van hun aangezichten betreft, het waren dezelfde aangezichten die ik bij de rivier de Kebar gezien had. Zij zagen er net zo uit. Zij waren hetzelfde. Zij gingen recht vooruit zoals ieder aangezicht stond. Woord van de Heer. Wij danken God. Dan, het is een lange lezing, maar wij zien, en ook met de versen die ik toegevoegd heb, dat beschrijving van waarom was het zo. En ook, hoe was het lijden van de profeet onder deze boodschap en deze visioen. Dat is iets heel anders dat wij kunnen inschatten, maar stel eens voor als je inzicht kan krijgen over iets dat gaat gebeuren en zoiets. Dat was voor de profeet in lijden. En toen hij vroeg, hier gaat u de rest van Israël, van Juda vernietigen. Het was een smeekgebed voor het volk. Maar God daarvoor, in hoofdstuk 9, in de versen tussen 1 en 7, hij heeft daarvoor in teken van barmhartigheid gedaan. Door het voorhoofd in teken te laten plaatsen. En die mensen werden gespaard. Dat is een teken dat God niet zomaar iedereen heeft vernietigd. Nee, degenen die niet wilden luisteren. En vooral degenen die zeggen, ah, de Heer kijkt niet naar ons. En die onverschillig waren voor God. Voor wat God als oproep deed. En dat was voor, ja, dat is een teken van, ja, geen gehoor hebben. En als het niet geluisterd werd, dan de ongerechtigheid groeide tot het punt dat God zegt, als ik dat volk wil vernieuwen, dat is ook een sterk thema bij Ezekiel, moet ik zuiveren. En zuiveren soms is het kwaad weg te doen. En als wij niet uit waar we het kwaad willen zijn, dan gaan wij toch mee met het kwaad. En het is wat ook God voortdurend oproept, dat het volk het kwaad verwerpt, wegdoet van zichzelf, zodat hij hen kan besparen en ook redden, zodat het volk kan toevlucht vinden. Daarna, de psalm is een psalm die vertelt de heerlijkheid van God en ook de glorie van de tempel. Een beetje verbonden met dat tweede deel van de eerste lezing, namelijk hoofdstuk 10 van Ezekiel. Psalm 113. Verheerlijk dienaars des Heeren, verheerlijk de naam van de Heer. De naam van de Heer zij geprezen,
vandaag en in eeuwigheid. Van ochtend gloren tot avondrood moet ieder die naam aanbidden. Want boven de wolken troont de Heer, zijn glorie beheerst de hemel. Wie is als de Heer onze God, hoog boven de sterren gezeten, die van omhoog overziet het hemelgewelf en de aarde. Nou, wij zien deze oproep in de tempel is de plaats, van de voor altijd durend lof en aanbidding. En dat was niet het geval toen bij de tijd van Ezechiël. Juist hier hebben we gelezen deze zuivering, deze verwerping van de kwade, van de mensen die niet willen zich laten reinigen, begon in de tempel, bij de ouderlingen. En dat is een teken van de zorg en van de eeuwen van God voor zijn tempel. Voor de plaats die moet heilig worden en blijven. Daarna het evangelie. Die heeft deze boodschap ook van oproep, van waarschuwingen, tot het punt dat het niet meer gaat. Anders verwoord, maar dat is in dezelfde ring. We zien hier bij Ezechiël dat God daarvoor heeft het volk gewaarschuwd, met de profeet Jeremia, met de andere profeten, tot het punt dat het niet meer kon. En zij kwamen bij de ballingschap. En de ballingschap was ook in tijd van genade, van redding. En daar liet hij God een profeet ook mee komen, de profeet Ezechiël, om te blijven waarschuwen, om te blijven oproepen. En dat is ook wat hij het evangelie vertelt, meer in deze nieuwe visie vanuit het Nieuwe Testament van de broederlijke vermaning. En dat is een concreet en toepasselijk verhaal die aan ons kan ook de weg wijzen om elkaar te helpen het goed te doen. En dat is het doel van een profeet, dat is het doel van een broederlijke vermaning. En we lezen dan het hoofdstuk van Matteüs 18, het evangelie. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen, wanneer uw broeder gezondigd heeft, wees hem dan onder vier ogen terecht. Luistert hij naar u, dan hebt hij uw broeder gewonnen. Maar luistert hij niet, haal er dan nog één of twee personen bij, opdat alle berusten op de verklaring van twee of drie getuigen. Als hij naar hen wil luisteren, leg het dan voor aan de kerk. Wil hij ook naar de kerk niet luisteren, beschouw hem dan als een heiden of tollenaar. Voorwaar, ik zeg u, wat hij zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn. En wat hij zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Eveneens zeg ik u, wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen, het mogen zijn wat het wil, zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is. Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Het zijn de woorden van de Heer, wij danken God. Dan het is een verhaal, klein maar met heel veel wisselend mogelijk thema's. En wij zien in het eerste deel deze actie van een broeder die had de andere vermanen. En met deze bedoeling om hem te helpen goed te doen. En als hij gegeven wordt, dan is de situatie opgelost. Maar daarna legt Jezus voor hoe moet geregeld zijn als geen gehoor in deze eerste vermaning gebeurt, gegeven wordt. En dat is een teken van de voortdurende pogingen van God om ons tot de rechte pad te zetten. Totdat het moment dat het
tot de kerk gaat. Dat betekent dat het ja, officieel wordt om te zoeken naar een oplossing. En als de persoon niet wil zich veranderen, dat gedrag veranderen, dan wordt deze ontbinding. En dat is een beetje wat in de lezing, de eerste lezing gebeurt, deze vernieuwing. En dat is nodig voor het volk, zodat, ja, zodat wij ook inzicht kunnen krijgen dat de barmhartigheid van God roept ons op, maar God heeft ook een grens om tot een punt te komen dat ja, daarna moeten wij onze eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dat is een beetje wat in het evangelie kan verwoord worden en dat sluit af met deze mooie zin. Waar er twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Het is ook de citaat van het compendium. En dat roept ons op ook voor een andere mogelijkheid van vermaning en van hulp is het gebed voor elkaar. Het gebed van voorspraak, maar ook het gebed samen om te helpen naar het goed. Om te helpen zich te richten naar het goed. En dat kunnen wij bijvoorbeeld bij een raad vragen, in gebedsintentie toevertrouwen, tot in weg van geestelijke begeleiding, waarin de persoon bewust kiest voor een weg waarin hij gaat door de begeleiding van een persoon namens God zich laten leiden om het goed de wil van God in zijn leven zoeken en vinden en navolgen. En dan de lezing van vandaag, het is heel intens, ik geef dat toe, maar zij hebben voor ons heel veel mogelijkheden om inzicht te krijgen, ook over ons eigen leven. Hoe sta ik tegenover de oproepen van God? Heb ik gehoor daarvoor? Ben ik ook actief in deze getuigenis van waarheid en probeer ik elkaar te helpen. Blijf ik onverschillig voor het kwaad dat ik zie? Of als christen, als gelovig, probeer ik de anderen te helpen om naar het goed te doen? Niet vanuit een morele basis, maar vanuit een zekerheid. Als wij elkaar helpen, kunnen wij ook samen naar de hemel, samen naar het goed treden. Vragen wij deze genade aan de Heer. Ook voor alle mensen die wij kennen, die nood hebben aan de woorden van de Heer, aan deze rechte paden die ons kunnen helpen, verder onszelf leren kennen en het geluk van ons leven vinden. Vragen wij door de voorspraak van onze moeder, de Maagd Maria. Wees groet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt Hij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Dank u wel, God zegen u. Het is met een grote vreugde dat wij ieder van u willen bedanken voor al de reacties en de mensen die ons het helpen zijn met de verspreiding en de bekendmaking van deze missionair tombola voor het project met het compendium van Lectio Divina van dit jaar. Wij willen ieder van u van harte bedanken en ook onze gebed voor u verzekeren. En wij brengen via deze kleine oproep ook twee verrassingen. Schenken aan degene die het meeste lotjes verkoopt in weekend hier in de Abdij van Tongerlo. Dan na het werk ga je ook rust kunnen vinden hier, ook met de gemeenschap van de paters en te bidden, te wandelen. Dat zou een heel mooi prijs zijn na een hard werk. En de tweede verrassing is gericht naar de mensen die de lotjes kopen. Als een persoon meer dan 3 lotjes zou kopen, krijgt die persoon al direct in compendium. Die kan voor zichzelf zijn, of voor een cadeau, voor een geliefde persoon, of voor een persoon die soms moeilijkheden beleven, zodat deze persoon ook steun daaruit kan vinden en putten.
En wij willen echt deze cadeautjes al geven, omdat wij geloven dat samen kunnen wij sterken en gaan wij dit project kunnen ondersteunen. Die is gericht naar het hart van elke persoon, zodat elke persoon het woord van God en God in zijn woord beter kan leren kennen. Van harte bedankt en wij blijven in gebed verbonden. Dank u wel.